En daar kwam ook dit weer uit. Goedemorgen, het is woensdag. Echt met die rare weekend elke keer en zo. Ben ik gewoon echt zo de dagen kwijt. We zijn onderweg naar school. We zijn nu op tijd, maar ik had thuis geen tijd meer om te vloggen. Ja, dat zei ik toch? Moest alleen even over nadenken. Ik ben zo naar school, dan ga ik nog heel even terug naar de Action. Want gisteren lukte het natuurlijk allemaal niet met de kussens lopen. Dus ik ga even een nieuwe vulling halen voor die kussens. Net dus naar de Action terug geweest. En dan moet ik de auto uit en het stortregent. Ik wil er echt niet uit, maar ja, ik moet dan de hele tijd in de auto gaan zitten. Zo'n hekel om door de regen in de auto te gaan. Het verziekt ook helemaal haar. Oh, en echt, ik moet het weer wassen. Dan heb ik ook weer meer krul terug, maar... Ik vind dat 's ochtends zo lastig en daar hebben we gewoon tijd tekort altijd. Maakt niet uit hoe vroeg we het bed uitgaan. Ja, daarna ben ik altijd druk, dus dan werkt wassen ook niet zo goed. Dus misschien moet ik even kijken voor vanavond al wassen. Ja, met nat haar slapen vind ik ook weer niks. En Fenne gaat pleizen en het slaat wel nergens op dit gesprek. Maar ik zit in de auto onder regen, dus. Ik ben zelf toch maar door de regen geraakt. En het is echt gewoon... 9:45 en het lijkt wel avond, zo donker is het. Echt belachelijk. En je net ook met één arm is ook altijd lastig. De outfit van vandaag trouwens, ik heb deze top aan van Topshop. Die heeft dat bewerkte mouwtje. Broek van Benetton en ik had mijn sneaker wedges aan, want ik zit nog steeds, je ziet het net niet, mijn pleister. Maar echt zo'n blaar gewoon op mijn hiel en echt heel diep. Dus ik kan echt gewoon bijna geen schoenen aan. Ik zal even laten zien wat ik nog gehaald heb. Ik val er een beetje half af, maar ik had gisteren natuurlijk deze gehaald. En nu heb ik deze erbij gehaald. En ik wil nog even deze gaan kopen. Gewoon scheermesjes, niet echt heel boeiend. Nu hopen dat deze dus wel goed zijn. Het zou moeten qua maat. Deze ook. Ik weet niet of het een lang leven gaat hebben, maar ik wil toch wat anders in de kamer. Dus dat zien we dan daarna wel. Ik moest gewoon even andere kussentjes erbij. Sowieso hou ik wel echt van veel kussentjes op de bank. Nou, deze blijft ook zoveel ruimte houden. Het is echt raar. Want het is echt een goede maat. Allebei 45 x 45. Het is wel minder erg dan met die ander. Dat was helemaal. Nou, het moet maar. We zijn terug uit ballet. En ik kom er net achter dat Marcus sneller thuis is. En ik zou met Sarah nog gaan knutselen. Dus ik ga even de spulletjes pakken. En dan gaan we even kijken wat we nog afkrijgen. En anders moet de rest morgen ergens. Moet ik even gaan kijken. Maar we hebben niet heel veel tijd deze week. Dus we gaan even opschieten. We gaan nu dus beginnen met dit potje, met deze spray te sprayen en dat moet drogen. En daarna kijken we of we de rest ook kunnen doen vandaag, maar dit moet lang genoeg drogen. Doe maar even flink schudden. Eerst schudden. Ik moet uitkijken dat het niet overal aan zit. Het ruikt lekker. Dank je. Nou, het potje zit erin. Die moet nu drogen. Nou, gaat Sarah ondertussen dit cadeau inpakken. En dan gaan we kijken of het potje zo droog is. Ik hier even aangeven. Zo. Kan je het zelf doen. We kunnen het ook gewoon even... Kijk, hey, nou kan je er wel bij.
Zeg maar als dit klaar is. Dit kant is denk ik nu wel goed dicht. Klaar. Ja, oké. Okay. Deze gaat nog te lang duren. Dus ik ga hem voor nu even verstoppen. En dan vanavond als Marco slaapt spuit ik even de onderkant. En spuit ik hem nog heel even na. Dan kan die drogen en dan gaan we hem morgen maar verseren. Het was de stoms daarnet. We hadden Marco gebeld. Sarah en ik. Om te kijken hoe laat hij thuis zou zijn. Omdat we natuurlijk wilden knutselen voor Vaderdag. En Sarah had zich eigenlijk een beetje half versproken. Nou, dat mocht hij niet weten, maar ze had iets over knutselen gezegd en dat mocht natuurlijk niet. Dus wij nog snel iets anders uit de kast getrokken, wat ze ook kon knutselen. En dan was het net alsof ze dat bedoelde, dat ze met hem wilde knutselen. En we hadden een doos met van alles en nog wat in. En daar kwam ook dit weer uit. En die open zakjes, dat werkt niet. Ik heb natuurlijk die kisten 3. Dus nu ben ik die kraaltjes weer aan het sorteren. En klaar. Dus alles zit weer helemaal gesorteerd. Sommige zitten met dubbele kleur, want ik heb niet genoeg vakjes. Iedereen slaapt hier, dus ik ga nog even spuiten. En dan is die morgen droog om te versieren. Hopen dat het lukt en Marco niet weer vroeg thuis is. Want dan wordt het een beetje krap. Vrijdag wordt het ook druk. Zaterdag weet ik ook niet of het gaat lukken. Ik ben overigens ook aan een nieuwe serie begonnen, Touch, met Kiefer Sutherland. Het is een wat oudere serie, in ieder geval ouder, geloof van 5, 6 jaar terug. Ik heb de eerste aflevering gezien en ik vind die echt waanzinnig. Dus het belooft wat en ik hoop dat de rest ook zo blijft. Maar alleen al voor de eerste aflevering zeg ik, ga hem zeker kijken. Ja, ik vind het een goede serie. Ik ga de vlog ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik je morgen. Doei!